Wanneer is verrot voedsel juist goed voor je? Dit is de Universiteit van Nederland. Heerlijk, Zo'n bordel uit 2009. Weet, weten jullie dat het het werk is van, van micro-organismen? Hmm. Micro-organismen die fermentatie inzetten. Nou, wat wat uh, uh, verstaan we daar nou uh, onder? Die, uh, die, die fermentatie is voor het eerst ontdekt door uh, deze meneer, dat is een uh, Fransman, uh, Louis Pasteur. En, uh, hij was de eerste die uh, liet zien dat het uh, micro-organismen waren die verantwoordelijk waren voor die omzettingen, voor die fermentatie. En uh, dat was dus niet zomaar een, een of andere chemische reactie. Nee, hij liet zien dat het, het micro-organismen waren. En uh, wat hij voor, uh, uh, voor proefje deed, want uh, wij weten ondertussen natuurlijk allemaal dat, uh, dat gisten zijn betrokken bij de productie van wijn, is dat hij, uh, hij nam wat, uh, wat druivensap. Ik zal het eventjes uh, laten zien. En uh, hij verhitte dat. Dit is wat ik nu aan het doen ben is pasteuriseren. Je houdt het dan een uh, periode van uh, 20 minuten bij een temperatuur van uh, minimaal 80 graden Celsius. En als je dat gedaan hebt, dan zijn alle micro-organismen, behalve de sporen, uh, zijn niet meer in leven. En hij liet zien dat uh, op het moment dat hij dit uh, druivensap verder bewaarde in een kol uh, uh, of als deze waar dan uh, de dop op zat dan was het niet langer mogelijk om, uh, om wijn te maken. Uh, verhitte die, hij uh, uh, die kolf en uh, liet hij de dop gewoon open. Uh, dan was het nog steeds zo dat na verloop van tijd er toch wel weer uh, kiemen, gisten, vanuit de lucht in die, in die druivensap vielen. En dat uiteindelijk het, uh, het proces van, uh, van wijn maken alsnog kon beginnen. Dus uh, ja, dit, dit was, laat maar zeggen, een hele belangrijke stap... Waarin mensen in de gaten kregen dat hier micro-organismen aan het werk waren. Nou, wat doen ze nou precies? Is, als we dus hier een, een eiwit hebben, zoals caseïne, dat is een eiwit wat heel veel voorkomt uit melk, dan wordt dat door die enzymen gewoon helemaal aan, aan stukken geknipt. In kleine hapklare brokken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een soort vorm van, van voorverteren is, zo zo'n fermentatie. Tot er alleen nog maar. Kleine delen van zo'n eiwit over zijn peptide. Zo, dat was deze. En uh, dit is het, het tweede belangrijke bestanddeel wat, uh, wat we terugvinden in melk, wat ook gebeurt tijdens een melkfermentatie. En dat is uh, misschien jullie wel bekend: lactose. Melksuiker bestaat uit uh, twee eenheden, galactose en glucose. En uh, bacteriën zijn in staat dit op te nemen. Vervolgens. Um, Eten ze de glucose op en wordt de galactose uitgescheiden. Nou, dat is laten we zeggen een, een belangrijke stap. Uh, we kennen overigens dus, uh, fermentaties die door gisten worden gedaan, maar ook door uh, bacteriën. Uh, we zien hier een aantal uh, voorbeelden op, uh, op tafel. Hier hebben we het, uh, het brood, wat uh, vooral bij onze buren in, uh, in Duitsland heel populair is, het, het zogenaamde zuurdesembrood waar over het algemeen een gist en een melkzuurbacterie bij betrokken is, uh, salami. Daar zijn uh, melkzuurbacteriën bij betrokken. We hebben de, de Franse kaas. De, de camembert. Uh, dit is het werk van, uh, van schimmels en bacteriën. Zuurkool. Ook hier zijn, zijn weer die, die melkzuurbacteriën betrokken. En dan hebben we nog een uh, bijzonder product. Het was moeilijk om aan te komen, maar gelukkig is het gelukt om het hier uh, te laten zien vanavond. Dat is uh, natto. En Dat zijn uh, uh, ja, gestoomde sojabonen die uh, gefermenteerd zijn met een uh, bacterie. Die luistert naar de naam Bacillus subtilus, een sporenvormende bacterie. En uh, die vormt dit soort, uh, ja, een beetje een beetje slijmerige substantie. En dit is een, uh, een, een, uh, ja, een, een Japanse delicatesse. Ik weet niet of, uh, of jij het wilt proeven. Ik kan je aanraden niet te ruiken, maar gewoon meteen in je mond stoppen. Ik, ik zal er aan ruiken. Maar... Oké. Okay. Lekker? Ik ruik daar niet. Nee, valt het mee? Wil jij proeven? Nee, jullie zijn wel erg. Nee, het is. Ja, nee, het is... je zou het eigenlijk echt even moeten proberen. Het is heel gezond. Ja. En ik moet zeggen dat deze, deze vorm van natto is, volgens mij een beetje een. Uh, noem het maar de westerse variant. Uh, die is wat heftig dan de vorm, minder heftig dan de vorm die ik uit Japan ken. Ja. Niet slecht, hè? Nee, nee met de Japanse variant Daar zitten dus heel veel van die slijmerige draden in. En uh, dat wordt gevormd door een uh, verbinding van, van polyglutamaat. En uh, ja, dat is wel een voorbeeld waarbij je dan op een gegeven moment zegt van hier is de scheidslijn tussen verrotting en fermentatie wel heel dun. Goed, we gaan verder. Even kijken waar ik die. Ik had hier nog een paar voorbeelden. Azijn. Nou, dat wordt uh, gemaakt door uh, azijnzuurbacteriën. We kennen het ook wel als we de wijn wat langer laten staan. Dan uh, is het een beetje ongewenst. Uh, hier hebben we nog een, uh, een yoghurt. Sojasaus, ook een fermentatie die door schimmels wordt gemaakt. En dan hebben we nog bier. Ja, dat is ook een uh, vergistingsproces, net zoals, uh, net zoals wijn. Maar als we nou, als we nou eens kijken naar die uh, fermentaties, is het... Uh, uh, is het opvallend dat je ziet dat, uh, dat het eigenlijk steeds meer in, uh, in ombruik aan het raken is. Want het is natuurlijk een hele, hele oude gewoonte. Zeker uh, zo'n zo, zo 10.000 jaar geleden, toen mensen voor het eerst van een uh, leefstijl van, van jager-verzamelaar uh, gingen naar een uh, leefstijl waarbij we overgingen tot landbouw, uh, moesten we in staat zijn om onze uh, gewassen uh, te bewaren. Nou, en wat deden we gewoon? We, we, we lieten die gewoon staan. Melkzuurbacteriën uh, zorgden ervoor dat er, uh, dat er melkzuur gevormd werd. En dat was een manier om ons uh, voedsel te bewaren. Dus uh, er is eigenlijk helemaal uh, niks nieuws in de zon, het is eerder een gewoonte die, uh, die aan, het, aan het verdwijnen is. En uh, waarom is dat nou? Uh, waarom betreur ik dat nou? Waarom is het zo jammer? Nou, het is, het is, uh, om te beginnen uh, is het heel gezond. Want uh, wat er eigenlijk gedurende die fermentatie gebeurt, is dat het eten wordt uh, voorverteerd. Nou, je ziet hier een aantal uh, hapklare brokken op de grond liggen. Dus uh, de, de nutritionele waarde, zoals dat mooi heet, van, van de voeding, neemt toe. Uh, er zijn uh, verschillende verbindingen die we graag uit uh, het voedsel weg willen hebben. Giftige verbindingen. Die door die micro-organismen worden afgebroken. Dus dat is ook nog eens een, een, een pluspunt. Uh, het is natuurlijk de manier om een uh, ja, natuurlijke manier om uh, voedsel te bewaren. Enerzijds door verzuring, anderzijds door de productie van ethanol uh, of alcohol, kan je, lang, uh, kan je het heel lang opslaan. En bovendien is het ook nog eens een keer een uh, verrijking van, uh, van voedsel. Uh, er worden B-vitaminen geproduceerd, uh, onder andere B12. En uh, wat ja, voor de meeste mensen wel bekend is, is dat uh, door fermentatie de smaak echt uh, wel intensiveert. Uh, we kennen allemaal wel praatclubjes over wijn en uh, bier, misschien ook kaas. Uh, over Coca-Cola heb ik die nog niet uh, kunnen ontdekken. Dus er is wel echt iets, iets bijzonders aan de hand met, uh, met fermentatie. Nou, als we dit uh, zo allemaal bij elkaar optellen, is het natuurlijk uh, ja, best wel uh, jammer dat, uh, dat die fermentatie uh, dat die niet wat vaker, vaker nog uitgevoerd wordt. Um, en uh, ja, ik denk dat dit twee verschillende oorzaken heeft. We hebben natuurlijk uh, aan de ene kant allemaal een redelijk uh, snelle leefstijl, waardoor we geen tijd meer hebben voor dit uh, uh, ambachtelijke. Hoewel ik wel, wel moet zeggen dat het weer een beetje meer in de belangstelling komt te staan de laatste tijd. En uh, wat natuurlijk een hele belangrijke is, is dat de noodzaak voor die fermentatie is verdwenen. Uh, we hebben tegenwoordig overal een koelkast staan. Uh, dus hoeven we hoeven niet meer zoals uh, die duizenden jaren geleden. ons, ons uh, voedsel te fermenteren om het te kunnen bewaren. Um, ja, en, en uh, opslaan in de koelkast is maar één voorbeeld. Uh, bekende gasverpakking die we in de, in de, in de supermarkt hebben. Uh, conserveermiddelen, verschillende E-nummers. Nou, allemaal voorbeelden waarbij we heel erg. Uh, uh, ja, waarbij we eigenlijk allerlei alternatieven hebben bedacht, waardoor de fermentatie uh, niet, meer, niet meer nodig is. Um, nou, ik, heb, uh, ik heb mezelf uh, ook met het uh, uh, vakgebied bezig gehouden en uh, wilde graag een, een soort uh, formule ontwikkelen om te kijken of ik ook ervoor kon zorgen dat uh, bacteriën weer uh, teruggevoerd kunnen worden in ons, uh, in ons eten. En ik heb daarvoor uh, gewerkt met een uh, probiotische bacterie, dus dat is een bacterie van de uh, uh, gezondheidseffecten zijn, uh, zijn bewezen. Uh, en we vervolgens afgevraagd van, ja, waar, waar hebben ze die nu het hardste nodig? Dit is dan een uh, bacterie waarmee je uh, uh, darmklachten, zoals uh, diarree, uh, kan voorkomen. En uh, dat is in Afrika, want in, in, uh, in Afrika is, als gevolg van de, de onhygiënische uh, toestanden daar, uh, is, is bijvoorbeeld diarree onder kinderen een heel groot probleem. Dus uh, nou, toen dacht ik van, nou, weet je wat, ik, ik ga kijken of ik daar met die uh, bacterie een verschil kan maken. En uh, vandaar dat ik dus nu uh, met mijn uh, gezin ook elk jaar uh, met een koffer vol uh, wit poeder, daar zitten dus uh, gedroogde bacteriën in, die kant op ga naar, uh, naar Oost-Afrika. En uh, vervolgens daar uh, uh, met verschillende trainingsprogramma's uh, mensen leer hoe ze daar hun uh, melk kunnen omzetten in, uh, in yoghurt. En uh, nu we het, het toch over die, uh, uh, over die yoghurt hebben, uh, wie van jullie heeft er wel eens uh, yoghurt gemaakt thuis? Is het echt helemaal in onbruik geraakt? Ik weet nog wel, uit begin jaren 80, eind jaren 70, had je het kevierplantje. Ik weet niet, tenminste, ja, het is geen plantje, maar ze noemden mijn moeder dat dan. Dat is, dat is nog wel bekend bij, bij sommigen. Nou goed, ik dacht van, ik, ik geef jullie bij deze dan even een demonstratie. En daar kunnen jullie dan misschien een, een voorbeeld aan nemen. Hoe zo'n ja, zo fermentatie in zijn werk kan gaan. Nou, dit is wat ik zelf heb ontwikkeld. Een klein zakje met gedroogde bacteriën erin. Uh, dat droog is om ze het langer te kunnen bewaren. Die is, je maakt die bacteriën, vries ze in en dan worden ze onder vacuum gebracht en dan maak je er een poeder van. En dit poeder kan dus gewoon, blijft gewoon jarenlang goed. En dat is gewoon handig, zeker ook omdat, uh, ik, zoals ik net zei, dit, dit gebruikt wordt in de tropen. Uh, kan je dit gewoon lang goed houden en uh, gebruiken als uh, startercultuur. Dus uh, nou ja, goed, laten we even kijken. We hebben hier een, een, een thermoskan die, die vol zit met, met melk. Ik doe gewoon eventjes voor de, voor de demonstratie. Doe ik doe hem even open. We moeten dan de, de, de melk pasteuriseren. Nou, dat hebben jullie net gezien. Hè? Dus die moet eerst verhit worden naar 80 graden Celsius. Vervolgens laat je hem afkoelen tot een graad of 45. Dan gaat hij hierin. Dan doe ik dit uh, poedertje erin. Uh, ja, ik moet wel zeggen, klein probleem, want dit is op het moment alleen in, op het platteland in Oost-Afrika verkrijgbaar. Maar eh, als jullie het ook leuk vinden om te doen, eh, je kan natuurlijk ook gewoon een, een schep yoghurt eh, nemen. Eh, dan moet je een yoghurt nemen waar veel bacteriën in zitten. Dus bijvoorbeeld een, uh, een Griekse yoghurt die je gewoon in de supermarkt kan kopen. Nou, De bacteriën gaan erbij, dus dat kan dus ook een lepelse yoghurt zijn. En dan vervolgens moet, is het heel belangrijk dat dit tussen een temperatuur van rond de 45 en 30 graden blijft. En dat laat je dan een periode van, uh, van, van 16 uur staan. En uh, nou, ik heb dit uh, afgelopen week thuis in eigen keuken alvast uh, voorbereid. En dan komt er, als het goed is, komt dan dit eruit. Even kijken. We hebben hier een, een heerlijke gefermenteerde melk. Volgens mij heb jij er heel veel zin in. Wil je eens proeven? Ja, ja dus dat is het juiste antwoord. Nee, inderdaad. Het is een, uh, je kan het proeven. Hè? Het is echt een uh, versgemaakt uh, vers uh, gefermenteerde melk. Nou, hoe zit het nou met die uh, gecontroleerde uh, uh, verrotting? Uh, waarom is verrot voedsel nou eigenlijk juist uh, goed voor je? Nou, uh, ja, ik denk dat uh, verrot voedsel over het algemeen ja, is niet goed voor je. Maar wel als je dat dus op een gecontroleerde manier doet. Dus uh, met behulp van, uh, van fermentaties, zoals ik dat net heb uitgelegd. En uh, ik zou eigenlijk uh, iedereen willen aansporen om dat ook te gaan doen. Uh, ga gewoon uh, gezellig in je eigen keuken aan de slag. En uh, je zult uh, nog uh, verbaasd zijn van alle variaties die er ook op, uh, op dit ge gebied mogelijk zijn. Want uh, ik heb nu uh, voornamelijk gepraat over het uh, omzetten van, uh, van melk. Maar je kan ook denken aan, uh, aan verschillende groentes. Of, uh, maar ook graangebaseerde producten kan je fermenteren. Dus uh, het, is, het is heel spannend om meer aan de slag te gaan. Uh, in mijn uh, volgende college ga ik het hebben over een hele andere uh, spannende activiteit. En de rol van bacteriën die daarbij betrokken zijn. En dat is dommezoenen. Uh,